Iedereen kent wel de beelden van koningin Beatrix, die in 1980 haar moeder Juliana opvolgde. Maar wat weinig mensen weten, is dat deze bijzondere gebeurtenis plaats heeft tijdens een verenigde vergadering van de Staten-Generaal. Ik open de verenigde vergadering als bedoeld in artikel 52 van de Grondwet. Een verenigde vergadering is een gezamenlijke, openbare vergadering van de Eerste en Tweede Kamer, de Staten-Generaal. Deze wordt gehouden bij bijzondere gelegenheden. De meest bekende verenigde vergadering is elk jaar op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. Maar er is ook een verenigde vergadering wanneer een lid van het Koninklijk Huis bijvoorbeeld besluit om te gaan trouwen. Op 30 april 2013 is er ook zo'n bijzonder moment. Dan doet koningin Beatrix afstand van de troon en wordt haar zoon, Willem-Alexander, de nieuwe koning. Op die belangrijke dag komt de verenigde vergadering bijeen om de nieuwe koning te beëdigen en in te huldigen. Als voorzitter van de Eerste Kamer en dus ook voorzitter van de Verenigde Vergadering hoop je stiekem dat er zoiets moois in jouw periode gebeurt. Dat is nu zo. Sinds de bekendmaking van de troonswisseling wordt de Verenigde Vergadering voorbereid door de Eerste en Tweede Kamer. In de Grondwet is bepaald dat de Verenigde Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Eerste Kamer. De voorbereiding van de Verenigde Vergadering wordt gedaan door heel wat mensen. Natuurlijk om te beginnen de staf van de beide kamers, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Maar in het bijzonder werk ik natuurlijk erg nauw samen met mijn collega van de Tweede Kamer, mevrouw Van Miltenburg. Ik ben de voorzitter van de Commissie van In- en Uitgeleiden. En wij begeleiden de koning de nieuwe kerk binnen aan het begin van de vergadering. En aan het einde begeleiden we de kerk weer uit. De Commissie van In- en Uitgeleiden heeft de taak om de koning in de nieuwe kerk te begeleiden. Hier zijn de aanwezigen getuigen van de beëdiging en inhuldiging van de nieuwe koning. De koning houdt een toespraak en legt daarna de eed af. Zo waarlijk helpen mij God Almacht. En vervolgens wordt die eed beantwoord door de volksvertegenwoordigers, de 225 leden van de Staten-Generaal. Jokers, dat beloof ik. In de kerk zijn de leden van de Staten-Generaal, de Eerste en Tweede Kamer en gedelegeerden van de Staten van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten aanwezig. Daarnaast is het kabinet aanwezig. Dat zijn de ministers en staatssecretarissen. In de kerk nemen ook leden van andere koningshuizen en hoogwaardigheidsbekleders van andere landen plaats. Maar het allerbelangrijkste is dat er heel veel mensen in de kerk zitten die geen officiële functie hebben. Dat zijn 500 mensen die zijn uitgenodigd door de 12 commissarissen van de koningin. Die zorgen ervoor dat er een doorsnee van de inwoners van hun provincie worden afgevaardigd naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De Verenigde Vergadering is bedoeld om uitdrukking te geven aan de verbondenheid tussen de koning en de volksvertegenwoordiging. Het is een plechtig moment met belangrijke en hoogstaande gasten. Maar het is ook een openbare vergadering. En daarom is het zo belangrijk dat er ook mensen die niet aanwezig kunnen zijn bij de vergadering kunnen zien wat er gebeurt en kunnen meegenieten van dat bijzondere moment. Hoera! 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 Hoera!